doen morgen. Nessie, we hebben allemaal nieuwe bestellingen gedaan via AliExpress. Kijk, Kees is er nog. Dit is niet voor jou. Even binnen. Dit is een van zijn bestellingen. Nee, deze hoort korter te zijn. Laat maar zien en wat dan het... moet je zeg maar... moet je zeg maar stoten. Dat is te lang. Maar waarom koop jij dit? Wat de fuck is dit? Korter. Doe het voor, doe voor. Dan moet zeg maar zo. Ja. Misschien nog zo. En dan moet je... En dan moet je... Allah! Zeg maar slaan. Dat is voor je coördinatie van je hand. En dan heeft hij zo'n bandje dus om zijn hoofd. Nee, dat ziet er erg niet uit. Heb je nog een broek gezien? Laat maar zien wat je nog meer binnen hebt. Shoplog. AliExpress. Fresh Prince of Bel-Air, bitch. Allah, wat mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Dankjewel. Op jouw trails is Will Smith zijn hoofd. Bijtjes. Hey, Nessie, nog een vraag. Ja. Waar heb je zo'n rode baard? Waar heb je hem nog meer gekocht? Ik ga een stuk. Kijk, Nessie, is outfit. Kijk, mijn nieuw broek, Nevo. Zo, ik heb Nessie net afgezet bij Airport, want de zomertour is weer begonnen. En hij gaat vandaag naar Albufeira, dus ik ben de komende periode best wel vaak alleen. Ik heb er niet zoveel zin in, maar goed, dat moet ook gebeuren. Verder... nee, het wordt echt één grote schoonmaakdag. Echt. Net thuis met mijn katjes. En ze hebben een hele drie gangen menu gekregen. Twee verschillende brokjes. Natte voer. Je mag gewoon kiezen. Besef, dit is eigenlijk de voer van Kenji. En deze zijn zijn brokjes. En hij heeft gewoon brokjes van mijn katten. Ik ga stuk. Ik moet echt nodig dweilen. Maar daar ga ik allemaal zo mee starten. Zo, dit is echt een heerlijke lunch. Ik heb sujuk. Kaas, ik heb kip met bisslook, kip met roomkaas, olijven, komkommer en water. Heerlijk. Lekker mijn vitamintjes binnen en ik ga nu gelijk editen. Ik ben echt nog lang niet klaar met opruimen. Ik heb hier allemaal nog kleren liggen en zo, maar ja, ik doe even wat ik nu kan. Ik heb nu eigenlijk een beetje een soort van pauze en daarna ga ik even weer achter mijn laptop. En kijken ze Jaantje deze op mij. Beetje bang. Lira is nou gewoon letterlijk naar ons aan het kijken. En ze kijken heel boos. Ze waardeert dit totaal niet. Maar Kenny, vind jij dit een beetje gezellig bij mij dan? Kenny, wat gaan wij doen? Gaan we mij opruimen? Ik ben een beetje zat, Kenny. Oh, ik ben klaar met editen en klaar met de vaat. Ik ga even naar de supermarkt, want ik moet schoonmaakdoekjes halen. En ik ga waarschijnlijk ook lekkere groenten voor mezelf halen. Ik heb echt zoveel trek. Zo, schoonmaakdoekjes gescoord. Ik kan lekker schoonmaken. Ik had ook echt heel veel zin om schoon te maken. Kent je ook, denk ik. En mijn wc wordt weer lekker fris. Ik heb geurstokjes gehaald. Dit ook voor de wc. Lekker fresh. En ik heb mijn lievelingsgroentjes gehaald. Asperges. Ik kan het echt elke dag eten. Dit is echt de beste groente ever gewoon. Ik heb me net een beetje klaargemaakt. Mijn haren gedaan. Want ik was de keuken aan het schoonmaken. En de wc, toen wou ik eigenlijk beginnen met dweilen. En toen belde mijn vriendin op van, wat ben je aan het doen? Nou ja, zoals jullie weten ben ik vandaag alleen en heb ik het liefst dat iemand gewoon over de vloer komt. Dus ik ga mijn vriendin ophalen van Amersfoort, omdat ze even geen auto heeft. En dan gaat ze hier slapen. Gezellig, ben ik niet alleen. En waarschijnlijk gaat ze ook hier eten, dus ik ben echt bij het boodschappen heb gedaan. Ik heb nog vlees en nu dus ook asperges en ik heb nog courgette, dus dat komt helemaal goed. En vanavond wordt Kenji ook nog opgehaald als het goed is. Ik ben inmiddels onderweg naar Amersfoort. Ik moet nog 49 minuten rijden. Dus ik hoop dat de tijd een beetje snel gaat en dat ik lekker mijn vriendinnetje kan ophalen. Oh ja, trouwens, vanochtend begon ik natuurlijk mijn vlog met Nessie. En op het einde had ik het erover dat hij nu een rode baard heeft. Ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoelde. Nessie is gewoon heel erg gevoelig voor reclames. Ken je die mensen die zeg maar alles geloven wat ze bij Telcel en zo zien? Van dat ze je alles beloven en dat je daarna gelijk een bestelling doet en zo. Nessie heeft het dus met die Facebook advertenties. Dus jij zei van gebruik nu zo'n roller in combinatie met deze crème en dan krijg je echt een veel voller baard. En dan hadden ze allemaal van die baardmodellen die al een perfecte baard hebben en zo. Ja, maar Nessie vond het dus echt helemaal geweldig en die heeft gelijk het product gewoon besteld dus. En hij zit nu elke dag gewoon over zijn baard heen dus te rollen met die crème. En daar krijgt hij dus best wel een rode huid van en dat is ook de bedoeling blijkbaar. Maar ik ben benieuwd of het gaat helpen. Sometimes I run.
inmiddels ben ik gearriveerd. Ik heb haar trouwens opgehaald in Apeldoorn in plaats van Amersfoort. Want ze had vertraging en dan moest ik eigenlijk in Amersfoort nog een half uur wachten. Dus ik reed gewoon door en toen kwamen we allebei om 8 uur aan op station. Ik ben dus nu in Apeldoorn. Het is echt lang geleden dat ik überhaupt in Apeldoorn was. Ik heb hier echt heel veel herinneringen. Ik ging vroeger echt als puber hier zo vaak chillen met vriendinnen. Maar wij zijn nu bij de McDonald's. En ik heb dus een hamburger gehaald zonder brood. En zij lachte me eerst uit. Ze zei van, bestel je dat echt bij de McDonald's? Ik zeg, ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Toen zei ze, ja, doe dan. Dus ik heb nu een hamburger besteld zonder brood. Nu een hamburger zonder brood. En ik heb een vorkje om ermee te eten. Een soort van halve mukbang doen hier. Even kijken. Oh, wat grappig. Ik had nog een vorkje in mijn auto. Omdat ik een keer een frikandel had gehaald. Toen kreeg je dat erbij. Maar ze hebben er zelf gewoon bestek erbij gedaan. Ik ga helemaal stuk. Dit is echt wel cute. Kijk. Oh, lekker man. Kijk dan. Lekker toch? Je ziet er niet verkeerd uit hoor. Oh. Lekker. Hoi jongens, inmiddels een paar uur verder. Zoals jullie zien heeft het echt super hard geregend buiten. Echt een rot weer vandaag. Maar goed, wij zijn dus vanuit Apeldoorn. Zijn wij naar Rotterdam gekomen. En toen hebben we eigenlijk gewoon gechilled bij Honey. En daar komen we eigenlijk nu vandaan. Het is echt super laat in de nacht. En we gaan nu rustig aan naar huis. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik heb echt lang niet zo lekker geslapen als vannacht. Zoals jullie weten heb ik vandaag nog een logé. Mijn vriendin is blijven slapen. En we hebben gewoon in mijn bed geslapen. Maar zij slaapt echt zo rustig. Zo chill. Echt letterlijk. Na 1 minuut was ze in slaap gevallen. Het leek wel alsof ze gewoon niet beweegt tijdens het slapen. En Nessie is altijd weer zo druk als hij slaapt. Echt soms is zijn been gewoon op mijn hoofd. En hij heeft me ook heel vaak geslagen terwijl hij in slaap is. Dus ik heb altijd wel... Dat ik zo'n 4 à 5 keer in de nacht gewoon opsta. Omdat hij gewoon zo wild slaapt. Maar ik heb echt zo rustig geslapen vannacht. Heerlijk. Wij zijn ons nu aan het klaarmaken. Ik weet niet wat ik van deze wimpers eigenlijk vind. Ik vind ze nogal heftig op beeld. In het echt zijn ze heftig. Maar op beeld zijn ze nog heftiger. Dus er was heel erg veel licht buiten. Maar we zijn ons aan het klaarmaken. Want we gaan even lekker buiten lunchen. Ik heb net trouwens dit paletje uitgeprobeerd van Queen Tars. Die heb ik een tijdje geleden dus gekregen met haar event. En deze is niet normaal gepigmenteerd, jongens. Echt. Ik had het echt niet verwacht. Ik heb net een beetje van deze opgedaan. Ik heb echt natuurlijk geen moeite gedaan. Gewoon een heel klein beetje op mijn vinger en op mijn oogleden gesmeerd. Niet eens met de kwast of wat dan ook. Maar dit is gewoon niet normaal, jongens. Kijk één keer. Niet normaal. Ik heb dus al een beetje op mijn oogleden, maar let op, ik heb dus dit op mijn vinger nu. Mijn ooglid dicht. Kijk, hier zit het allemaal. Kijk, één keer. Oh my god, dat is toch niet normaal. Dan moet ik het wel weer uitvegen zo, want ik wil niet zo heftig make-up op. Maar deze oogschaduw is niet oké. Oh, ik heb even snel opgekleed. Ik heb mijn haar vandaag niet gedaan, want het zit echt van geen meter. Maar dit is mijn outfit. Ik heb lekker zo'n pakje aan van Boohoo dat komt. En hij is echt zo erg chill. Het is vandaag best wel fris buiten. Dus ik vind het echt heerlijk. Mocht je naar deze video kijken en deze pak willen. Je kan hem nu bestellen met mijn kortingscode Medium. Wij reden net dus langs Lilith. En normaal gesproken zou ik daar echt nooit meer eten. Want de eerste keer dat ik daar ben gaan eten met Nessie moest ik echt... 1,5 uur wachten we eten er was. En we reden dus net langs. En het zag er best wel rustig uit. Dus ik wil het nog een keer een kans geven. En dan laat ik jullie eerlijk weten wat ik ervan vind. Als het best wel rustig is. Het is vandaag maandag. En het is nu, even kijken, 3:15. Dit is onze bestelling. Ik heb scrambled eggs met spinazie en avocado. Het ziet er echt lekker uit. En zij heeft lekker pancakes met warme blueberries. Heerlijk. En dit keer zijn we echt heel snel bediend. Jongens, ik ben weer langs Juice Express gegaan.
Ik heb mijn sapjes weer en ik heb zo'n heel grote fles met gember shotjes. Deze gaat gewoon bij mij binnen een week op. Echt zo lekker. Mijn favoriet blijft gewoon wel de rode. Dus ik heb net getankt en ik wou precies 30 euro tanken. En kijk eens. Wij zijn net thuis en ik ga nu beginnen met kofte maken. Ik ga even uitjes wassen en snijden. En knoflook, kruiden komen erin. En peterselie als ik die nog heb. Ik ga eens even kijken. Zo, als eerst doe ik er... peterselie overheen. Ik heb net een halve ui gesneden. Die gaat er ook overheen. Ik ga nu deze twee teentjes even snijden. En die gaan er ook overheen. Zo, alles een beetje door elkaar gehut. En normaal gesproken doe ik er een eigen mengsel van mijn kruiden doorheen. Maar ik gebruik vandaag deze kant-en-klare kruiden. Gehakt kruiden. Van de Turk. Ik vind deze niet lekkerder dan mijn eigen kruiden. Maar dit is gewoon voor nu even makkelijk. Heel snel gemaakt. Dan zit de kofte er zo uit. Zo, even een grill eruit gehaald. Want ik ga hier op de kofte grillen. Even kijken op stand 3. Deze stap hoef je trouwens niet te doen. Maar ik doe altijd wel een beetje olijfolie erop. Zo, dit ziet er goed uit, jongens. Zo. Jongens, ons eten is eindelijk klaar. Ik heb koolsla, olijven, asperges, kofte, brood, lekkere sausjes en een sapje. Lekker, man. Ik heb mijn vriendin net afgezet in Amersfoort en ik rijd daar nu weg. En nu moet ik alweer richting Rotterdam, want ik moet Nessie weer ophalen van Rotterdam Airport. En dan ben ik nog een half uur te vroeg op de airport. Dus daar ben ik wel blij mee dat ik niet te laat ben, op zijn minst. Dus ja, ik ga nu even lekker doorrijden. En dan zie ik jullie straks waarschijnlijk met Nessie. Even eerst naar huis gegaan, want ik heb nog 3 kwartier. Toen heeft mijn kat dit dus gedaan. Ik baal hier echt van. Ik ben net aangekomen bij Rotterdam Airport. En ik moet nu nog even wachten. Ik ben nog steeds te vroeg eigenlijk. En ik denk dat ik nu even gewoon een vlog of zo ga kijken tot Nessie gaat landen. En dan ga ik daar even lekker een theetje drinken tot hij naar buiten komt. Dat is een beetje de planning. Hij is ook maar echt letterlijk 1 dag weg geweest. Maar ik heb hem echt enorm gemist gewoon. Hij heeft vandaag ook denk ik echt 10 keer geappt om te zeggen dat hij mij mist. Echt cute. We zijn net thuis en ik ben nu even een lekker eitje aan het bakken van Nes. Ik heb altijd zin in. Ik ben sushi patai aan het maken en ik ben de kofte even aan het opwarmen voor hem. Zo. Eet smakelijk, schat. Daar is een speelbui. Kom dan. Kom dan. Nou is die bal toch nog. Letterlijk om 1 uur 's nachts nog tomatensoep aan het maken. Omdat ik nog heel veel biologische tomaten had. En die werden zacht, dus ik dacht ik ga even snel een tomatensoepje maken.